Per dag reizen gemiddeld 10.000 reizigers op het traject Groningen-Leeuwarden. En dat aantal zal naar verwachting de komende 15 jaar alleen maar groeien. Er wordt in Noord-Nederland dus steeds meer gereisd. Maar hoe verbeteren we de kwaliteit en houden we het reizen zo betrouwbaar en comfortabel mogelijk? Omdat de bestaande dienstregeling deze groei niet kan opvangen, werken ProRail, de provincie Groningen en de provincie Friesland de komende jaren vanuit het regio-specifiek pakket aan een grote vernieuwingsslag in het noorden van Nederland. In Spoorplan Noord-Nederland staan alle groeiplannen vastgelegd om de verbinding in en naar het noorden van Nederland te verbeteren. Onderdeel van deze groeiplannen is de extra sneltrein die we op het traject Groningen-Leeuwarden willen laten rijden. Voordat deze extra sneltrein in de dienstregeling opgenomen kan worden, moeten we op dit traject de nodige maatregelen nemen. Om deze vernieuwingsslag uit te voeren, wordt een milieueffectrapportage en tracé-wetprocedure gevolgd. In het ontwerp-tracé-besluit staan alle maatregelen. Onder andere de volgende onderdelen zijn hierin uitgelicht. Alle perrons op de stations tussen Groningen en Leeuwarden worden verlengd om langere treinen te kunnen laten rijden. Op station Leeuwarden wordt een perron verlengd en verbreed richting het zuidoosten. De overweg de Schans wordt daarom dubbelsporig. Dit zorgt ervoor dat de treinen met 3 treinstellen kunnen halteren. In de huidige situatie zijn dit 2 treinstellen. Tussen Zuidhorn en Hoogkerk verdubbelen we het spoor over een lengte van 8 kilometer, zodat extra treinverkeer mogelijk is. Bij de Rijksstraatweg in Hurdegariep en de Paterswoldseweg in Groningen wordt een onderdoorgang onder de sporen gemaakt, zodat we meer treinen kunnen laten rijden en daarmee het overige verkeer ongestoord kan blijven rijden. Bij station Zuidhorn wordt een keerspoor gebouwd voor de pendeltrein. Het viaduct bij de Vanerweg in Zuidhorn wordt vernieuwd, verbreed en dubbelsporen gemaakt. De treinen kunnen straks sneller rijden tussen Leeuwarden-Veenwoude en Grijpskerk-Hoogkerk. Al deze vernieuwingen maken het mogelijk om de dienstregeling uit te breiden en daarmee de bereikbaarheid in Noord-Nederland te verbeteren. Betrouwbaar reizen en een betere bereikbaarheid van Noord-Nederland. Dat is onze ambitie.